Yo, yo, yo mensen, mijn naam is Ashley en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Let's try it! Hoezo is dit lekker? Damn! Zo mensen, zoals je ziet gaan we vandaag Sims 4 spelen, wat echt wel nice is. Dit is de eerste keer dat ik mijn gewone camera gebruik in plaats van mijn webcam om deze video's aan mij op te nemen. Oké, ik heb eigenlijk al een beetje gespeeld op Sims 4, maar we gaan volledig opnieuw beginnen, wat echt wel chill is. Dus oké, we gaan gewoon een nieuw spel doen. Oké, dus we hebben nu een nieuw spel. En de prep kit off. Hoi, wil je een verhaal voor mij maken? We beginnen met een leuke persoonlijke quiz. Na afloop kun je mij uiterlijk aanpassen. Ja? Laten we beginnen met een makkelijke vraag. Hoe oud ben ik? Jong volwassen? Wat is de beste manier om mijn grote familiereunie te vieren? Ofwel, we kunnen kiezen tussen drie dingen. Van oma's koken te genieten, samen een familie, foto maken of mijn gestoorde oom ontwijken. Van oma's koken te genieten? De wereld verkeert in gevaar. Wat doe ik? Undercover gaan. Waarom staat er undercover op? Oké, ja, ik weet niet waarom. Ik niet van de angsten van anderen. Ik ben het gevaar. Ik wil eigenlijk het laatste nemen, maar... we gaan het eerste pakken. Undercover gaan. Ja. De grote wedstrijd is vanavond. Wat doe ik? Ik ben de aanvoerder. Ik ga naar de bar. Ik heb een hekel aan sport. That's me. Ik heb een hekel aan sport. Warbaturanga. Een bezoek aan de supermarkt is niet compleet zonder rauwe ingrediënten, magnetronmaaltijden of een bosje bloemen, magnetronmaaltijden. Ah. Wow. Een van mijn beste vrienden is jarig. Wat zal ik voorbereiden? Ik maak een lekker drankje. Ja, of nee, we gaan een avondje stappen sowieso. Oh. Er is iets wat ik wil, maar ik kan het me niet veroorloven. Wat doe ik? Geld op zak houden. Er is iets voor ruilen. Het stelen. Geld op zak houden, sowieso. Ah, hoe vaak ga ik naar sportschool? Sporten is niks voor mij. Gewoon sporten is niks voor mij. Ik hou dat goed. Ik heb een geweldig idee voor een grap. Eerlijk, maar ik ben zwaar aan het vibe op die song op de achtergrond. Ik hoop dat jullie dat ook kunnen horen. Oké, ja, laten we verder doen. Ik heb een geweldig idee voor een grap. Het gaat ten koste van iemand anders zijn. Het is sowieso zelfspot. Oh, yes, an arm. Wat vind ik van liefde? Dat moet je overkomen. Liefde op het eerste gezicht bestaat. Ik hou mijn opties open. Oh. Beste muziek komt van de radio. Ja. Ja. Van de radio. Yes, easy. Hey. Maar. Ik ben... Huh? Ik ben je meisje, maar we gaan er wel checken. Oeh. Oké, hoe kunnen we dit veranderen? Gaan we ze inpakken. Een mannelijke versie. Ho ho, wat genie. Oh, zijn coole patates. Ja, maar dat versta ik niet, meid. Gusha Blanco. Nee. Sloof Bajelja. Ik moet geen Sloof Bajelja hebben. Kun jij kleren veranderen ofzo? Wow. Chobe, Mr. Glorm. Voornaam. Welke naam zouden we pakken? Ik ben aan het twijfelen welke naam dat we zouden pakken. Gewoon mijn ofzo. Ja, mijn naam is gewoon praktisch. Dus... Zoals je ziet van boven, kan ik mijn naam intypen. Achternaam. No fragrance. Oké. Okay. Maar deze heb ik niet. Oké. Oeh. Bam. Ziezo. Woonwerelden. Kies een wereld waar je in wilt wonen. Oasis Springs, Willow Creek,
of New Crest. Of New Crest of zoiets. Pakken we New Crest. Oké. Okay. Wat moet ik doen? Ah, kapitaal, ik heb $90,000. Oké. Okay. Hoe groot plek gaan we nemen? Asfalthuizen, gierig grond, rustig halve maan. Pakken we deze. Ja? Of deze hier? We gaan deze pakken. Oké, fragrance. Huishouden gaat verhuizen. Zou dit de perfecte woning kunnen zijn? Ja, ik ga... Ja? Passerend kapitaal, 17.500. Ah. Oké. Okay. We gaan daar verhuizen. Let's go. Ik heb er kei veel zin in. Wai, yo, ik kan lopen. Oké. Okay. Ik ben echt niet familiar met deze... spel of zo, dus ik weet niet wat ik dat moet doen. Maar ik zie hier iets glowen. Notitieboek. Er staan op dit moment geen vermeldingen in het werkboek van Ashley. Ja, oké. Okay. Ik weet echt niet wat ik moet doen, hè. Wat is hij nu aan het doen? Is de bedoeling dat ik hier een huis ga bouwen? Hoe zit dat? Precies. Dus ik moet hier een huis beginnen bouwen of zo. Bouwen. Daag jezelf uit met kabeluitdaging. Oké. Okay. Oh, heb je zo dingen die al ingesteld zijn. Kan ik dat zelf niet bouwen of zo? Nee, jawel. Hier. Dat zijn muren. Muurgereedschap. En moet ik een huis bouwen? Ik ben hier zo niet goed in. Laten we gewoon iets doen. Hè? Dus hier zou ik eigenlijk de voordeur willen zetten. Op deze doek hier. Zeg maar. Oké. Okay. Laten we gewoon vlug een huis bouwen. Hè. Een simpele onnozele huis. Oké. Okay. Bam. Elaba. Kijk hier, ze. Dat is mijn S. Cool, hè? Amazing. Ik heb nog zoveel werk te doen. Ik heb niet eens veel geld. Moet ik niet aan werken of zo? Eerst moet ik de voordeur plaatsen. Welke deur gaan wij gebruiken? Oh, dat is een coole deuren. Oh, ik kan ook een kleur kiezen. Welke kleur zou ik hier nemen?
Laten we met iets licht gaan. Deze. Bam. Oké, dus ik heb al eens een deur. Ik kan er doorgaan. Nu ga ik ook eerst lampen moeten hebben. Dus in de ruimte. Lichten, iets van lichten. Iets van lichten heb ik nodig. Maar gewoon simpele lampen hangen op het plafond. Is mijn deur weg of zo? Hey. Ik ga nu nog geen tweede verdieping plaatsen, dat weet ik nu wel al zeker. Omdat ik niet een grote kapitaal heb. Ik heb al iets van verlichting nodig. Oké, ik weet echt niet welke verlichting dat ik zou moeten nemen. Oké, laten we gaan voor deze. Nee, weet je wat? Eerst aan de deur ga ik lichten plaatsen. Oh, dus ik kan eigenlijk binnenkijken dat ik die lampen zou moeten ophangen. Maar we moeten juist eerst de juiste vinden. Ik denk deze. Deze is echt wel mooi. Zo. Het zijn twee lampen aan de deur. Daar gaan wij. Ja, we ook eruit gaan. Maar we moeten wel maken dat we in dezelfde lijn zitten. Oké. De lampen hangen. Oké, dus we hebben 6 lampen. Wat we ook gaan doen is, we gaan eerst een huis simpel bouwen en daarna gaan we ook een beetje sfeer insteken. Kerstsfeer natuurlijk, omdat het bijna kerst is, wat echt wel chill is. Oké, dus ik denk dat we de verlichting hebben. Oké. Oké, dus we gaan nog kijken naar ons huis. We gaan een keer binnen gaan in ons huis. We gaan een keer kijken wat er al van binnen uitziet. Oh, ik ben binnen. Maar ik moet nog heel veel veranderen. Zoals je wel kunt zien. Oké, welke kleur gaan we de muren geven? Oh, wat is er met die man? Ongemakkelijk. Ja, ik chap dan iets, hè. Oh, maar we hebben nog gekeken. Hoesje, die wil iets eten. Laat die man eten of zo. Die man heeft honger. Muurpatronen. Maar we moeten verf kiezen. Wanneer is het huis gewoon wit verf of zo? Kunnen wij hier witte muren nemen of zo? Weet je wat? Ik ga gewoon de kleuren pakken van mijn kamer. Dus pakken we deze kleur sowieso. Nu pakken we een groen kleurtje. We gaan gewoon een lekkere patroon in maken. Kijk hoe cool. Oh.
Kijk hier hoe mooi. Bam. Oké. Zo, we hebben de kamer geschilderd zoals je ziet. Bruine muur en daar is groen. Wow, ik vind het echt wel mooi. Ik vind het echt vet geworden. We gaan een kleine inkomhal maken, sowieso. Nu, dat is zeg maar het inkomhal. Dan als hier buiten alleen doorgaat of zo. Waar gaan we de deur plaatsen? Ik denk dat we hier de deur gaan plaatsen. Dan ga ik de keuken hier zetten. Hier. Dan met de eetplaats. Dan ga ik hier de living plaatsen. Ik denk dat ik wel een kamer ga maken. Dus ik ga... hier een kamer maken. Hier ook een kamer. En we gaan ook een badkamer maken. Badkamer maken we hier. Dus dit is zeg maar de badkamer, een gewone kamer. Een kamer. Ik ben hier zwaar slecht in om een huis in te delen. Oh, we hebben nog geen dak of wat? Het gaat eigenlijk een bungalow worden. Of gewoon ja. Oké, mensen, ik weet dus echt niet dat ik hier moet omdraaien. Ik vind dat eigenlijk echt wel mooi gedaan, de dak. Vinden jullie deze ook mooi? Every time you hold me.